iemand een hele goede morgen vertellen. Hij? Kleine, rooien. Nee. Nee. Nee, ik moet zo naar richting school. Hé. Hey. Zeg jij het ook? Dan is er wat voor jij. Ja, het is vandaag 25 september 2018. Het is 1 minuut voor 11. Ja, en ik moet er zo weer van tussen. Ik heb er al aan de telefoon, maar die heb ik even op niet een luidspeaker staan. Nee. Die zien jullie wel weer vanmiddag als hij weer eerder thuis is als ik, zei de gek. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier met deze gloednieuwe vlog. Een hele goede middag allemaal. Ja, het gaat vandaag gebeuren. Vandaag, de 25e 9 van 2018. Het gaat vandaag gebeuren. Ja, het gaat gebeuren vandaag. Ja. Oh ja. Maar wat? We gaan jullie straks wel te zien. Verrassing. Ken je nog Martina toch? Ja, toen zaten we dus hier. Lekker buiten. In de buitenlucht toch? Lekker hè? Lekker fris. Ja. Hoe was het met hem het lopen? Ja, even goed. Mooi. Snel, redelijk snel klaar. Vlog een stuk gedaan. Middag een stuk gedaan. Ja. Was lekker snel. Alles weggebracht. Eén pakketje past niet in de bus. Ik heb het aangedaan. Ja. Mensen deden ook, maar blij met het pakketje. Ja, prima. Mooi. En ik had al wat gezegd dat er iets door zou gaan. Een verrassing. Ja, dat ik heel blij was. Ja. Maar wat gaan we doen? Trommelgeroffel. Bier. Een heleboel. Stuk op 38. Ja. Ja. Gaan we nu zegeltjes opdoen? Hey. Postzegel. Ja. Beetje. Zo. Beetje. Ja, dit is voor het buitenland. Kijk, het staat er ook boven. Postverzender naar het buitenland. Het staat er hierboven. Hè? Huh? Ja, gewoon alles één. Rust. Mag ik ook nog? Ja, geduld. Ja, dat is mooi. Hier is het regen voor de plakken. Ja, ik zal even jullie even goed neerzetten. Ik kan nu een beetje meekijken met wat we doen. Zo. Nou moet ik wel goed recht staan. Ja, kijk eerst, nu. Eerste zegel is geplakt. Ja, door jou. Door mij. Niet door jou. Grote jongen, toch? Ik denk het wel. Nou, mijn eerste zegel wordt ook geplakt. Wat een hoop werk dan weer, hè? Mijn eerste zegel is gedaan, jongens. Ja, dames, jongens, heren. Spannend, nou, een buitenlandse zegel. Wacht even daarmee dan. En dan doen we die samen. Een buitenlandse zegel. Ja. Mag ik eerst even deze dicht doen? Ja. Heb jij nog helemaal niet gedaan? Nee. Die is dicht. Buitenlands. Waar had je die strippenkaart? Hier, joh. Strippenkaart? Ja. Zo. 3. 2. 1. Ja. Ja. Die hebben we gedaan. Kijk. Ja, maar. Oh. Daar, prima wat jij wil. Ja, daar moet je heel goed mee opletten. Dat is leuk. Inderdaad, dit is leuk. Ja, we hebben het gedaan. We hebben het gedaan. Dat klinkt ook zo gaaf. We hebben het gedaan. We hebben het gedaan. We hebben het gefixt. We hebben het gedaan. Fijn. Heb ik nog 3 of 4 over? Dat komt. Dat komt niet. Mooi. Doe die even veilig, weet ik veel waar. Maar ik had nog een leuk pakketje. Had ik besteld via Wish. Ja, via Wish. Laat het even zien. Hartstikke leuk.
Ja, daar ben ik weer blij mee. Dus ik kan weer wat leuks doen. Op de fiets. Ja. Kijken of alles er ook bij zit. Wat ik moet hebben. Anders klopt het alsnog niet, hè? Nee. Volgens mij klopt het ook niet. Of wel. Ik ga eerst even kijken of het allemaal klopt. Ja, klopt wel. Ik had even kleine dingetjes gesteld. Goed dan. Ja. Wat is er? Ja, dat weet ik. Ik kan dus weer jullie gezellig meenemen. Ja. Op de fiets. Daar ben ik heel blij mee. Heel super blij mee. Hey. Op de fiets wel. Ja, dat weet ik. Op alles kan. Op alles kan. Hallo. Ik moet het toch wel weer hebben. Jij knapt hem helemaal lekker uit elkaar hier. Nee, ik maak hem echt in elkaar. Nee. Ja, hallo. Ik zeg... Jij knalt hem hier al uit elkaar. Nou niet, ik heb hem echt in elkaar zitten. Nee, schat. Het zal allemaal wel, ik vind het prima. Maar we kunnen dus weer vloggen onderweg, weg. Dat is leuk. Het is grappig. En ik heb in die koffer nog, dus dat is goed. Mm-hmm. Daarom heb ik ook alles weer opnieuw besteld. Gewoon klein, weet je? Ja. Yep. Dus, binnenkort hebben jullie weer een mooie GoPro video op mijn kanaal. Ja. Het heeft even weer mogen duren. Dus, maar nu gaan we richting de... KB, oftewel de rode bus. Brievenbus dus. Ja, en nou staan we hier. Ja, en we worden hier dus niet voor gesponsord, hè? En voor deze logo totaal dus niet. Nee. Oké, okay, ben je er zover? Ik denk het wel. Oké. Okay. Dit is mijn oom uit Engeland. Oké, okay, nou, dag oom. Doei oom. Mijn zus in Engeland. Nou, dag zus. Dat zijn oom en tante uit Engeland. Ja, en wat hadden praten? Dit is mijn oma. Mijn tante. Ja, dag tante. Doei tante. Aangenomen oom. Nou, dag aangenomen oom. Daarin. Dat is mijn neef. Wie? Wat? Ja, dat is mijn neef inderdaad. Mijn lievelingsneef. Dag neef. Dat is mijn liefdallige broer en zwager. Dag, doei. Dat is mijn papa. Papa. Dag pa. Doei pa. Dat is een hele goede maatje van mij en die heeft de zus van Lady. Ja, dat is je goede vriendin. Ja. Dag goede vriendin. Dag. Dat is ook een aangenomen zus. Dag zus. Dit zijn de vloggers. Ja, de familie Hummel. Dag Hummel. Dag oom en tante. Dag andere zus. En zwager. Dat is ook mijn tante en oom. Dag oom en tante. Dat is je moeder. Dag mama. Doei. Tot morgen. Wie heeft dit voor gepakt? Oh, ik. Ja, nou ja. Jammer dan. Dan moet je gewoon het rest erop plakken. Gewoon zo erin, denk je dan. Ja, ook goed. Dag zus. Deze ook familie? Ja. Ook een nicht van mij. Dat is mijn oude overbuurman. Dag overbuurman. Dus afgelopen vader? Ja, klopt. Dag Sarah. Ja. Die gaat ook naar Den Haag. Dag Denise. Ook hier naar volgende. Dag. Dag Tony. Macaroni. En dat is een neef van mij. Dag neef. Dat is ook, even kijken, dat is ook een neef van mij. Dat is een nicht van mij. Dat is een, dat is een vlogster. Dat is Ellen. Ah, vlog met Ellen. Dag Ellen. Dag vloggen. Dag mijn tante. Dag tante. Nog meer tante. Ja, tante.
Waarom? Ja. Ja dan. Waarom? Waarom? Ja, maar volgens mij klopt deze niet. Nee, klopt wel. Ja, zondag wordt niet meer opgehaald. Post in deze brief. Het is toch dinsdag vandaag? Ja, het is maandag. Nou, 17 wordt het opgehaald. Ja, maar hij wordt in principe altijd elke dag ververst. In principe wel. Ja, dus. Mijn pleegzus. Dag pleegzus. Doei. Dat is mijn tante. Dag tante. Dat is mijn oom. Dag oom. Dat is mijn broertje. Broertje? Ja. Okay. Stiefbroertje. Oh, oké. Okay. Broertje. Dag stiefbroertje. Nee, broertje. Ik heb geen stief. Dat is Corrie van Jack. Ja, okay. Nee, dag, het Corrie. Is niet. Dag. Dag Corrie van Jack. Ja, precies. Deze. Dat is Naomi, mijn vriendin. Dag Naomi. Dag vriendin. Dat is mijn oom. Dag oom. De laatste. Ja, dag. Ben je er blij mee? En dat alles in de brievenbus zit? Eigenlijk niet. Want? Waarom niet? Dat ik nog meer in willen gooien. Oké, goed. Ja, en de man des huizes is ook weer thuis. Ja. Ja. Precies, hoe gaat die? Ja, ja, en doe die deuren, kastdeuren maar tegen mijn kont. Ja. Ja, precies. Nee, een deur. Kom. Lekker. Ja, lekker. Nee. Kom. Nee, kom. Zo. Ja, lekker hot chocolade melk. Nee, wauw! Ilo! Sambal bij je gat. Ja, in mijn eten dan vind ik het lekker, ja. Maar niet in mijn chocolade. Nee, 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 nee. Alsjeblieft. Nee! Kijk uit en voordat die toppen vanaf gooit, gaat gooit. Zeker witte. Ja. Ja, en ik wil ook wat vertellen tegen jullie, slim. Want zodra dit dus online komt, neem je chocolade wel lekker mee. Neem je ook je thee mee? Ik ga het in. Ja. Het is even donker hier. Het is even donker, 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 donker. Ook leuk, donker. Heel erg donker. Maar, ja, wat ik dus wil vertellen. Ja, ja, goed zo, dankjewel. Dat is dus, deze vlog komt dus 14 oktober online. En dan ben ik dus jarig. Maar ik ben al in principe voor mijn geboorte al jarig geweest. Dat is 7 augustus. Maar omdat ik dus een maagverkleining heb gehad. En dat was 14 oktober 2014. Word ik dus 4 jaar. Dat is dus mijn tweede leven. En die vier ik eigenlijk altijd. Kijk, daar zie je. Dus dan ben ik gewoon jarig. Dus als je me wil feliciteren, altijd leuk om dat hieronder te doen. En ik wil sowieso even iemand bedanken voor alvast voor hun steun. Dat is dus de. Mag ik het niet liegen? Ik zal even bijhalen. Het zijn twee hele lieve dames met twee hele mooie kinderen. Rijkiesbrand. Ja. Hun ietsje komt hier sowieso boven. Daar ook. Maakt niet uit waar. Dus volg je nog niet? Ik zou zeggen volg me nog even. En ook Anna Vera en Hendry steunen me ook. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dank jullie wel. Ook hun i'tje komen erin voor. En de bento's. Top. Oh ja, en deze hier, die steunt me ook. En mijn moeder door dik en dun. M-
Maar die haling die komt er vier ronden, want anders wordt het een beetje te veel ietsjes, denk ik. Of het kan wel, maar dan moet hij maar even bekijken. Want dat is zijn taak nu. Dat is jouw taak. Dus ja, al daar zeg ik al, als deze vlog online komt, het is nu nog de 25 september. Dus deze komt 14 oktober online. Heel erg. Ja, we lopen lekker vooruit. Dus ja, komt helemaal goed, toch? Ja, zeker. Nou, Ro is even bezig met wat opschrijven voor deze vlog dus. Om dus even een geheugensteentje voor hemzelf. Laat hem lekker doen. Ik wil bij deze de vlog afsluiten. Ik vond het super tof dat jullie hebben gekeken. En vind je deze vlog nou leuk? Dan zouden we sowieso zeggen, gooi die blauwe duim omhoog. Vergeet niet te abonneren, want als je dat hebt gedaan, dan kun je ook gelijk het belletje ernaast aanklikken. Dan komen dus van die halve rondjes eromheen. Dan blijf je gewoon op de hoogte als ik dus een film of een vlog plaats. Elke dag om 4 uur, sowieso. En laat even een leuke reactie achter. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel en tot morgen.